Een maand geleden nog bewonderden wij Madonna in het Ziggo Dome met haar paaldansende nonnen. Een jaar geleden bewonderden wij Carolina Dijkhuizen en haar collega's in Sister Act. En nu in januari krijgen we Nonsense the Musical. Je zou denken, de derde, maar Nonsense stamt uit 1985. Dat wil dus zeggen dat Nonsense eigenlijk de meest originele nonnencomedie is. We hebben natuurlijk Sister Act fris in ons geheugen. Nou, zelfs op het concert van Madonna in de Ziggo Dome zagen wij paaldansende nonnen. Wat voor nonnen spelen jullie? Paaldansende nonnen, Brigitte? Nou, we doen een poging. Ja. Er zit een paaldansende non in. Ja. Echt waar? Ja, die zit erin. In het oorspronkelijke stuk of is dat de visie van Paul? Onze eigen visie. De visie van Jeremy Baker vooral. De nieuwe vertaling gemaakt. Ja. Ja. Die je in Robert Long Leen Jongewaard speelt. Ja. Zuster Bernadette, die was heel erg vroom maar bloed. Die dat ze steeds een maat zag. Het klooster is gestorven omdat de zuster, hoe heet ze? Sonja. Yeah. Sonja Bakker, Bakker na Schot, die heeft een soep gemaakt waar iedereen aan gestorven is. Aan botulisme zat niet zo'n goede ingrediënt in. En ze zijn begraven. Alleen, we moeten nog vier zusters begraven omdat moeder Overste van het geld wat er nog was een flatscreen heeft gekocht. En nu is het geld op om de vier zusters te begraven. Ja. Daarom moeten we even een benefiet houden, want die zusters liggen in de vriezer. Kijken we dan straks 2 uur lang naar die benefietvoorstelling, Brigitte? Ja, inderdaad. Ja. Ja, je kijkt eigenlijk 2 uur lang naar wat 5 nonnen hebben bedacht dat ze gaan doen. En wat daar allemaal goed in gaat. Maar ook vooral wat dan allemaal net niet helemaal goed gaat. Afspraken worden gespeeld, maar ook dingen gaan helemaal mis. Of besluiten toch om nonnen anders in te vullen. Dus eigenlijk ben je als publiek getuige van een hele avond benefiet voorbereiding en uitvoering. Oké, dus we krijgen ook achter de schermen een beetje te zien. Ja. Dingen wat zich in de kleedkamer of in de coulissen afspelen. Dus die benefietvoorstelling te zien, krijgen we door die nummers heen toch nog die 5 verschillende karakters? Zeker. Maken we daarmee kennis? Ja, zeker. Wie speel jij? Ik ben Amnesia, dus Maria Amnesia. En ze is vergeetachtig, gok ik. Ze is vooral scherp. Heel goed. Het is pas 19:30. Is het 19:30? Nee, 19:15. Jij bent zuster Amnesia. Ja? Ik ben Amnesia. En wat scheelt haar, behalve dan dat moeilijke geheugen? Het is vooral een heel moeilijk geheugen. Nou, er is een kruisbeeld op haar hoofd gevallen. En daardoor is ze een heleboel vergeten. Vooral haar eigen naam. Dus ze is een persoon die een beetje wappie van de wereld is. En af en toe niet goed weet waar ze zou staan. Of moet staan. Of hoe ze heet. Maar ze beschikt ook over hele heldere momenten, hoor. Dus het is niet alleen maar iemand die achter de feiten aanhuppelt. Mm-hmm. Ik ben vooral mijn eigen naam vergeten. En alles wat daarmee... Een beetje mijn verleden. Ah. Ja, een beetje sneu figuur. Ja. En René, wie ben jij? Zuster Maria Pavlova. Pavlova? Ja, en zij is een novice, dus de jongste van het stel in opleiding. En heel enthousiast en een beetje spring in het veld nog. En ze houdt heel erg van dansen. Ik speel zuster Maria Beyoncé. Ja, Maria Beyoncé is opgegroeid in de Bijlmer. Is ooit in een internaat gegaan voor moeilijk opvoedbare kinderen. Heeft toen haar roeping gekregen door een zuster waar ze les van heeft gehad. En is toen het klooster ingegaan. Maar heeft nog steeds de straatcultuur een beetje bij zich gehouden. Ja. Amsterdam Zuidoost. Ja. En haar zo wit als Ariel. Ja, we hebben een nonnenkap op, dus dat zie je niet. Dat zie je niet. Jij speelt de bijl maar gewoon. Ja, het zit er in de hart. Het zit in het hart. Let op, dit vuur is veilig, maar niet goed voor je. Wat ik hier zo uithaal, dit is
pure comedy. Tot het zotte aan toe, ja, natuurlijk, anders heet het geen nonsens. Ja. Jij, Brigitte, vorig jaar heb jij nog een musical award gewonnen. Ja. Met Sondheim, hè? Dat staat toch voor hogeschool musical. Maar dat is dit ook, hoor. Dit is ja, ook Shakespeare, dan, natuurlijk. Waar zit hier dan het geniale in? Nou, in comedy. Ja? Er is niks zo moeilijk als goede comedy maken. Ja, ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ik ken jou natuurlijk van Evita, maar ik heb je ook met een vibrator over het toneel zien hollen. Ja, ja, met Fifty Shades de parodie. Oh, daarin ook. Oh ja. Doet namelijk heel vaak. Ja, maar goed, waar op deze schaal bevindt nonsens zich? Nou, een vibrator en Sondheim. Goh, je zit richting Sondheim, moet ik zeggen. Oh. Nee, het is... Ik heb voor deze voorstelling gekozen omdat ik het heel leuk vind om een comedy te maken. Ja. En het is echt heel moeilijk om de code van comedy te pakken te krijgen. En om het ook iedere avond te doen werken. En waar wij nu vooral vanavond heel erg gespannen om zijn, is dat er voor het eerst publiek zit. Dus we hebben de hele tijd al zonder publiek moeten spelen. En af en toe kwamen de mensen van kantoor kijken die dan heel erg hun best deden om... Ze blijven lachen om een grap, maar op een gegeven moment is dat ook... En dan is het weer klaar. Ja. Dus het is gewoon heel erg zoeken. En we gaan ons, denk ik, keren heel erg verrast zijn door de reacties. Maar ook momenten helemaal niet. Ja. En dus die balans vinden in onszelf. En ja, dat vind ik heel leuk aan het maken van een comedy. Ja. En voor iedereen zit er echt flinke uitdaging in. Mm-hmm. Er zitten moeilijke nummers in, maar dat verwacht je niet. Maar het is niet makkelijk, muzikaal gezien. Nee. En iedereen heeft zo zijn act. En geen een van die acts is dat je denkt, nou, dat moet je doen me even. Helemaal, het is een uitdaging. We zijn zo afwachtend. We kijken waar het schip strandt. Dit is... Stel je voor als het schip strandt. Jullie moeten nog 3 maanden op tournee. Nee, maar dat schip strandt niet. Okay. Want we hebben natuurlijk een regisseur die heel goed weet wat werkt en wat niet werkt. Ja, Paul van Ewijk. En comedy maken is ook een soort wiskundeachtig iets. Het is 1 plus 1 is 2. En na 2 zit de boom. En dan ga je lachen. En dan moet je inzetten. Maar dat moet je gewoon oefenen. En we hebben publiek nodig om dat te kunnen oefenen. Ja, en om een bepaalde balans te vinden in onze grappen. En de ene zal goed werken, die kan je weer verder uitbouwen. Mm-hmm. En misschien werkt er ook wel eentje helemaal niet. Nou, die moeten we dan snel loslaten en verder. Ja, ja. Dus het is echt helemaal niet afwachtend. Want ik denk echt dat we staan te popelen om... En de ervaring leert vaak dat de producent of die in de zaal zitten bij de doorlopen, de mensen van het bedrijf, die vinden vaak andere dingen leuk dan het publiek. Ja. Die vinden vaak toch net meer de inside jokes grappig en het gros van het publiek vindt... Dan, ik weet nu al dat er vanavond momenten zullen zijn dat je dacht... Was dat überhaupt een grap? Snap je? Ja. En dat ze daar dan om gaan lachen. Dat je denkt, oh, dat hebben we niet eens als grap bedoeld. Ja. En iets wat wij dan hilarisch vinden, kan het heel goed echt doodstil zijn. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ik wil bijna zeggen, God zegene de greep. Nou, dank u wel. Ja. Dat hebben we ook een beetje, hoor, dat gevoel. Toch? Klein beetje. Veel succes, dames. Dank u wel.